Welkom in de les De grootste en de kleinste functie. Nou, we zien hier weer de lijst van bekende Nederlanders met een geboortedatum, hun leeftijd. En met de score staat op de hoeveelste plaats zij staan ten aanzien van hun leeftijd. Dus Aad de Mos staat op de 330ste plaats met zijn 64 jaar van de 1421 bekende Nederlanders. Dan zou ik graag willen weten welke vijf mensen het oudste zijn uit de lijst. Dus dat doen we aan de hand van hun geboortedatum. Ik zie ook dat ik een bereik heb gedefinieerd in mijn tabel. Dat is de geboortedatum. Dat zijn alle geboortedatums van alle bekende Nederlanders. Nou, de eerste is eigenlijk heel gemakkelijk. Dat kennen we. De geboortedatum moet het kleinste zijn natuurlijk. Want hoe kleiner de geboortedatum, hoe ouder hij nu is. Dus ik zou het kunnen doen met de is-min-functie van de geboortedatum. Was het bereik. En ik sluit af. En dan zie ik hier netjes de datum staan van de oudste bekende Nederlander uit de lijst. Dus dat kunnen we gewoon met de minfunctie, dat kennen we al. Maar dan komt het aan op de tweede. Dat is wat moeilijker, want dan kan ik niet meer de minfunctie hebben, want ik moet de op 1 na minste waarde van de geboortedatum hebben. Dus we gaan daar een andere formule voor gebruiken. Ik pak niet de minfunctie, ik pak daarvoor de functie kleinste. Ik zoek het op, ook weer in de geboortedatum, punt komma. En dan vraagt hij, de hoeveelste kleinste wil ik hebben? Nou, ik wil de allerkleinste hebben, dus ik tik een 1 in. Ik zie nog steeds dezelfde geboortedatum staan. Dus dat werkt. Ik kan ook in plaats van 1 intikken naar deze cel. Dus verwijzen naar de voorliggende cel. Want in deze cel staat namelijk een 1. Het is misschien wat verwarrend omdat hij eerst laat zien, maar dat heeft te maken met de opmaak. Maar ik verwijs dus naar de 1 van dit celletje. Dan heb ik nog steeds dezelfde waarde. Maar nu kan ik me heel gemakkelijk door naar beneden trekken. Dan hebben we van de 5 oudste bekende Nederlanders de geboortedatum staan. We controleren dat nou heel eventjes. Hij pakt de kleinste van alle geboortedatums en hij verwijst naar G11, dus de tweede kleinste. Nou, dat is correct. Datzelfde kunnen we doen met de jongste geboortedatum. Dus van de jongste mensen de geboortedatum. Alleen pakken we dan niet de kleinste, maar de grootste geboortedatum. Dus is grootste van het bereik. Geboortedatum, punt komma, de hoeveelste, nou de eerste, en haakje sluiten. En ik kopieer hem weer door naar beneden. En hier hebben we van de 5 jongste bekende Nederlanders hun geboortedatum. Nou is het in dit voorbeeld vrij onzinnig om dat op te zoeken, maar in statistische functies is het heel erg handig om de 5 grootste of de 5 kleinste waardes op te kunnen zoeken.